Ook ik ben geraakt door alle oorlogen op het moment in de wereld. En daarom ga ik zingen voor vrede. Ik ben Christa Vis en ik ben de initiatiefnemer. Ja, en dat komt omdat ik een aantal weken geleden het filmpje zag. Het gebed van de moeders waar Palestijnse en Israëlische vrouwen een mars lopen. En Prayer of the Mothers. Maar het raakte me zo in mijn hart dat ik dacht van, ik wil nu iets doen. Het is nu klaar. Ik wil iets doen. Dus ik heb dit bij mijn twee koren neergelegd en we hebben een app gemaakt. En dat is massaal gedeeld door iedereen. En 1 november was de eerste keer en ik dacht, als er 20 vrouwen komen, dan vind ik het fantastisch. Maar er kwamen er 150. Vorige keer waren er 300 en nu weer 300. El Hatov Ha'ati. Waarom doet u dit? Ja, voor de vrede. Voor de vrede op de hele wereld, voor vrouwen in alle conflictsituaties. Dat is mijn thema. Natuurlijk, zoals iedereen ben ik voor vrede. Natuurlijk, en waarom is dat zo belangrijk om dan hier te gaan zingen met elkaar? Om samen die energie te voelen, dat er meer vrouwen zijn die hetzelfde voelen en dat we dan samen kunnen zingen. Ja, dat is gewoon empowerend eigenlijk, hè? In het filmpje, ik weet niet of je dit wel eens hebt gezien, het filmpje zijn al die vrouwen in het Midden-Oosten, die waren ook wit gekleed. En die hebben zo die hele mars gelopen met dit lied. En ja, wij hebben in de Sint Maartenparade dit ook zo gedaan. Allemaal in het wit, een hele rij vrouwen achter elkaar. En hebben we op dit lied gedanst van Jael Dekkelbaum. Oké, want dat is nog een hele goeie. Het lied is van? Jael Dekkelbaum. En ja, zij heeft het over de hele wereld met allerlei vrouwen, van Japan tot, ja, overal heeft zij vrouwen verzameld om deze vredesmarsen te doen als de mothers. Dus ja, het is natuurlijk de kleur van de vrede, van de vredesduifjes. For standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way. And I look forward to my wens is dat alle koren dit opnemen in hun repertoire, dat ze daar een filmpje van maken en het gaan delen op social media. Dat het een vliegwiel-effect blijft. Heel Nederland zingt voor de vrede. Heel Europa zingt voor de vrede. De hele wereld. Maar het belangrijkste is dat de vrouwen horen dat wij vrouwen hun steunen. Dat zij vrede willen. Ik heb net begrepen dat er 250 vrouwen voor de derde maal hier zijn. Dus echt, wauw, super! Dank jullie wel. Wat mij zo ontroert elke woensdag weer, dat komt uit mijn hart dat wij hier staan
om te zingen. Dat raakt me. Ik word er ontroerd van. En dat we dan onze stem laten horen door het zingen. Het zingen om alle vrouwen in de wereld en meisjes te steunen. Dat wij geen oorlog willen, maar vrede! Through the south, from the west to the east, hear the breath of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north. Ja, wat kunnen we doen? Dat is gewoon aldoor. Ja, het houdt mij heel erg bezig. Ik slaap echt slecht. Iedere avond in mijn warme bedje denk ik van. Zeker nu in Gaza, dat het ook nog regent. Ik bedoel, er staat al bijna geen huis overeind. Er is gewoon helemaal niks. En dat raakt mij zo diep. En ik voel me zo machteloos. En wat ik zou willen eigenlijk is dat dit doorgaat. Maar dat er gewoon veel meer vrouwen en veel meer vrouwen van heel Utrecht, zou ik maar zeggen. Dus dat was eigenlijk mijn hoofd. Ik was er de eerste keer. Vorige week kon ik niet. Ik had gehoord dat er al veel meer vrouwen waren. Nu zijn er inderdaad 300 vrouwen, dus wat mij betreft gaan we door. Maar dan met gewoon duizenden vrouwen. En, of misschien in wijken, dat we het gewoon moeten roleren over de stad. From the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. Ik vind inderdaad alle oorlogsgebieden vind ik verschrikkelijk. En vanuit de organisatie vorige week zo van, ik kies geen partij. Er zijn mensen die verkeerd zijn en goed zijn, keuzes. Daar hangt de hele geschiedenis aan vast. Maar het belangrijkste is dat we gewoon nu vrede willen. Vandaag zijn we hier in Leidtrein Centrum en hier gaan we de mensen vragen wat zij vinden over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Heeft u gisteren gestemd? Jazeker. Nee meneer, ik heb niet gestemd. En waarom heeft u niet gestemd? Dat ik eigenlijk nog nooit heb gestemd. Mijn hele leven lang nog niet gestemd. Vindt u belangrijk dat de mensen gaan stemmen? Zeker is het belangrijk. Ja, omdat ik eigenlijk wel vind dat het tijd wordt dat het eens gaat veranderen in het land. Geschrokken. Positief geschrokken of negatief geschrokken? Eigenlijk allebei. Aan de ene kant zeg ik van oké, het is goed dat er verandering komt, maar de standpunten van degene die heeft gewonnen, daar sommigen heb ik zoiets van nee. Ja, of Wilders er goed aan doet, ja, dat krap ik mij ervoor achter mijn oor, dat het geen goede zet is van hem. Ja, dat vind ik niet. Ik vind alleen goed dat Geert Wilders naar boven is gekomen. Hoezo vindt u dat goed dat Geert Wilders heeft gewonnen? Een beetje verandering. En had u niet zelf liever iets gewild dat iemand anders had gewonnen? Ja, ik had wel iemand in mijn gedachten, maar niet Wilders. Wat had u dan in gedachten? Ja, iemand die voor iedereen opkomt, maar niet alleen maar voor één ploeg. Wie had u dan willen dat ze wint? VVD gewoon. En waarom VVD? Nou, omdat ik gewoon... Kijk, ze kunnen af en toe wel eens commentaar hebben wat er is gebeurd de afgelopen 12 jaar. Maar ik vind ook dat ze goede dingen hebben gedaan. En je moet het niet alleen op de VVD afschuiven. Het is een heel kabinet met meerdere partijen. Dus ik had gewoon gehoopt dat ze door zouden gaan. Maar dat zit er denk ik niet in.
Hebben jullie zorgen of zijn jullie tevreden mee dat het zo is gebeurd? De toekomst, inderdaad. Zal het uitwijzen. En ik, wat hij zegt, ik ben het met de PVV heel veel mee eens. Maar ook weer een gedeelte waar ik het niet mee eens ben. Dus ja, moeilijk. Tweeledig. Ron is scheidsrechtersbegeleider bij FC Utrecht. Dit doet hij als vrijwilliger. En met Ron ga ik in gesprek over zijn uitzonderlijke hobby. Al die groten, waar gingen ze heen? De kromme, de breuken van... Hoe ben jij nou eigenlijk scheidsrechterbegeleider geworden? Nadat ik vroeger zelf heb gevoetbald, ben ik scheidsrechter geworden. Toen ik een zware kruisbandblessure opliep. Toen was voetballen niet meer verantwoord. Fluiten, dat leek me wel een hele aardige hobby in het verlengde van wat ik al deed. Ik heb dat met succes gedaan, want ik heb de hoogste regionen van het amateurvoetbal bereikt. Zeg maar wat nu zo'n beetje de tweede divisie is. Elke wedstrijd weer van de partij. Wij gaan er voor zij aan zij. Die werkzaamheden bestaan uit de ontvangst, het gastheerschap. Dus het meenemen naar de kleedkamer. Het meenemen naar het veld voor een veldinspectie. Contacten met de pers, daar zorg ik voor dat dat niet te opdringerig wordt van de kant van de pers. Ik moet constant in de gaten houden of er geen dingen gebeuren die mogelijk tot het tijdelijk of definitief stilleggen van de wedstrijd leiden. Want op dat moment moet ik mijn plek op de tribune verlaten om overleg te plegen over de voortgang van de wedstrijd. De strijd gaat beginnen, we gaan van ze weer. Wat is jouw motivatie om als vrijwilliger dit werk te doen? Ieder mens heeft denk ik wel hobby's. De mijne is eigenlijk van jongs af aan altijd voetbal geweest. Dus ik ben graag bij voetbal betrokken. Maar op een bepaalde leeftijd is het voetballen natuurlijk niet meer aan de orde. En dit is wel iets wat in het verlengde ligt. En op het hoogste niveau in Nederland een actieve rol hebben is natuurlijk hartstikke leuk. We pakken ze in. En voordat je dit nou ging doen, had je al wat met FC Utrecht zelf? Absoluut. Zelfs met een voorganger van FC Utrecht. Want ik werd op mijn zevende al meegenomen naar een wedstrijd. DOS Go Ahead Eagles. Dat pakte me direct. Hè. De sfeer in de oude Galgenwaard was ook geweldig. Vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging, heb ik in feite geen wedstrijd meer gemist. De strijd gaat beginnen. We gaan van ze winnen. Hoe is de ontvangst door Ron geweest? Ja, Ron is altijd prima gastheer. We worden altijd heel hartelijk verwelkomd. En beter kan je het eigenlijk niet hebben. Heel vriendelijk, heel gastvrij. En je voelt je helemaal op je gemak als je hier komt bij FC Utrecht. Het vervult me met trots dat ik wat kan betekenen voor de club waar ik gek op ben. Ik ben heel blij dat ik iets kan doen in het verlengde van mijn oude scheidsrechtershobby. Ik ben daardoor wel iemand die geknipt is voor die rol. We pakken ze in, die bal moet erin. Hoe lang ben je nog van plan om dit werk te blijven doen? Zolang als FC Utrecht het toestaat en mijn gezondheid me niet in de weg gaat zitten. We pakken ze in.